welkom in het museum hier, in het Stadhuismuseum in Tuurk-Zierikzee. Natuurlijk de vleeshal, maar allereerst de video. Hele oude fietsen van vroeger. En dan volgen we onze doorgang hier in het museum. Hier werden de goederen gewogen. Die tijd. Nou, hier is dus ook tijdens de trouwzaal, de raadzaal en dergelijke. De vloeren hier zijn nog volledig van hout gemaakt. Er zijn een aantal mooie kunstwerken hier. Nou, hier kun je dan ook trouwen. Dus dit is de trouwzaal hier. Ik heb hier zo verschillende bankjes waar de mensen kunnen zitten en zo. Dus ook binnen. Oh, prachtig. Al die schilderijen hier. Het is gewoon werkelijk heerlijk mooi om te noemen. Prachtig. Prachtig museum hier. Prachtig.
die versieringen hier op die deuren. Het is gewoon ontzettend goed gemaakt, ontzettend leuk gemaakt hier. Mooie ruimte, mooie plafonds. Ongelooflijk. Nou, in deze kamer zie je dan de verschillende soorten met de zee en dergelijke en de watersnoodramp geweest is. Ja, ja, hier wat er allemaal staat over de Zierikzee. Prachtig. Mooi zeg. Ja, en hier heb je dus nog een tentoonstellingszaal. En overal liggen ze langs richting de uitgang eigenlijk. Prachtige dingen zeg. Zou zo iets groots hier gezongen hebben? Ik zou het niet weten. Oeh. Het is wel allemaal zeer mooi hier. Ongelooflijk wat hier staat en zaakjes. Oh, prachtig, echt super prachtig. Je moet je eigen zijn gaan kijken met je eigen ogen. En als je ziet wat hier allemaal staat aan spullen. Mooie bootjes met de hand gemaakt, natuurlijk. Het is bijna onwerkelijk waar. Prachtig. En natuurlijk moet je opletten, want hier zijn ook afstapjes. En dan gaan we naar het archiefkabinet. Ja, ja, ook dit is gewoon iets anders dan een pretpark en dierentuin. Dit is een stukje cultuur. En cultuur hoort daarbij.
Nou, nog een verdieping hoger. Nou, we hebben nu dan de eerste verdieping gehad. Dan gaan we nog de tweede verdieping in. Daar is onder andere de tegelkamer, de torenkamer en de grote zaal. We hebben dus al gehad een aantal kamers en natuurlijk de begane grond. Dan gaan we nog de bovenverdieping bekijken. Nou, natuurlijk heb je ook kamers, dan mag je niet in, geen toegang. Dus we moeten nog één verdieping hoger. Dan kom je dus uit bij dit bankje of wat het ook is. Oeh. Ikzelf kan daar heel moeilijk tegen, zo hoog. En maar hier is het natuurlijk weer ontzettend mooi, allerlei tegeltjes. Verschillende mogelijkheden. En hier heb je dus weer een kamer waar we in gaan. Dan gaan we kijken. De grote zaal hier. Zoals deze kamer noemen. En zelfs hier hebben ze dus ook een bejaardier. Die wordt dus eigenlijk alles bespeeld. De toren. Hier heb je dus eigenlijk iets als het een beetje zou moeten werken. Nou, hier zie je dan alles over de expeditie van de Zeeuwse ijstijd. Over dieren wat hier ook gewoond hebben, in het verre verleden. Ziet er best allemaal indrukwekkend uit. Nou, hier heb je dan van die leuke trappetjes waar je eigenlijk omlaag moet. Dat loopt gewoon al rond. En dan zie je hier nog iets moois ophangen. Maar hier wordt dus eigenlijk de trappen. En dan zag je dus waar je dus allemaal uitkomt. De uitgang is natuurlijk naar rechts. En wij moeten nog naar links. Er is ook nog een hele hoop zaakjes. En natuurlijk van vroeger. Zien we enkele modelbouwtjes. En natuurlijk de modellenkamer. Dit is een aantal verschillende zaakjes. Natuurlijk hoe het allemaal gedaan is. En hier zie je dus de daadwerkelijke modellen.
Ja, hier heb je een stuk over transferen van Renesse. Een aantal jaren geleden is dat gebouwd, de hele tijd geleden. Dan kun je parkeren, kun je met de bus eigenlijk zeg maar overal terecht. En dat is natuurlijk ook iemand van de bekende dijkbouwers. Abraham Jacobus Frederik Fokker. Zo, dan ben je hier weer aangekomen bij het laatste. Dan kun je hier nog naar het museum terug of terras toe gaan. Maar natuurlijk kun je ook in Zierikzee gewoon iets gaan drinken. Toiletten, nou was zijn hier ook aanwezig. Die zit hier achter mij. Zowel dames als heren toiletten. Helemaal gedecoreerd aan de buitenkant. Zeer goed van binnen. Natuurlijk rolstoeltoiletten hebben ze ook aan de overzijde. En natuurlijk een heel mooi museum en terras is hier natuurlijk ook aanwezig. Nou, dit is een klein stukje ervan. Dan kunnen we nog doorgaan naar het volgende. Het is dan waar je normaal iets kunt drinken, maar op dit moment is even niemand hier aanwezig. Als je kijkt kun je hier dus gewoon koffie, verschillende frisdranken krijgen. Ja, helaas is het wel Pepsi, waar ik niet van hou. Maar ja, we kunnen natuurlijk ook kijken naar iets anders voor te gaan drinken. Waar je wel iets fris krijgt, wat wel lekker is. We gaan door naar het volgende. Hier buiten kun je even laten zien van het terras. Kijk, dat is het terras. Met een kanon erbij. Nou, dit was dan dit museum hier in Zierikzee. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. We gaan door naar het volgende. En misschien vanmiddag de gevangenis, als je daar zin in hebt. Vergeet natuurlijk niet te liken, te abonneren natuurlijk. En tot ziens, zien we jou op de volgende vlog review.